Nogmaals een laatste oproep aan de elite en de belofte drie. Het is kant op toe, man. Alles moet op je Dixia, valse start. En de wedstrijd is op gang gesloten, dames en heren. Dus de laatste wedstrijd hier vandaag van dit mountainbike tweedaagse. 12 februari is er op de mountainbike Langenberg. Dus dat zijn de eerste hier in de race hier tegen mountainbike. Eigenlijk van de regelmatigheid van de Lombardschistie, de Australische kampioen Chris Zoewa, die met volle zuid daar de herinnering en de toegeven de andere dus bijdragen. Dus we hebben gezien wie de dames en de laatste opname en dan de laatste richtlijn kan aan de kampioen van Australië. De rechterlijn is Australië. En ook Bas Peters, die voorbij is gezoekt. En Marco Minaert. En een lekke band voor Nicolas Vermeulen. Dat is natuurlijk een kunstig en Joris Sassar, wij willen nog voorbij komen. Come on. Go.
bij Joris. Kom maar bij Joris. Hey Pascal, hey ga. Bob Jelmer. Kom maar, ja. Kom maar bij Jelmer. Maar Robbie, man. Goeie jongen, kom aan. Goeie chef. Kom aan, chef. Super jongen, super gast. Goeie jongen. Maar ik weet niet dat we ervan gedronken hebben, maar hij heeft wel geroken en zo. Probeer nu dat groepje toe te doen. Kom maar. Kom. Kom aan, manneke. Je gehaald? Kom aan, Bart, goed man. Kom aan, Kevin. Kom aan, hè. Blijven gaan, man. Kom aan, Pieter Jan. Nou, zie, ik ga daar ook graag mee. Kom aan, Jimmy. Kom aan, bij Jonas. Zo'n schone trui. Kom op, Maarten. Maarten, ja. Het is gewoon manneke dat. Kom op, Tim. Wat is vermoeiend, hè? Hoi, jongen. Zo, Bas. Je hebt geluk dat ik een trein heb. Als ze ergens een kind baas hebben, dan is het een last. Allee! Dat is goed. Maar Nicolas, maak ik uit! Kom, hij moet daar voor de hand. Kom! Kom, oké! Laatste rechte lijn, de eerste hier, de man van Benjamin. Wat we doen, een zonlossing, nog even Appie overgestemd, zoals in de tijd, vol hun eigen stand, in de tijd gedaan met jullie aanleiding. Overliever een kopietje van, dames en heren, Ruben Scherren. Een prachtige overwinnaar, een prachtige afsluiter van die twee dagen van onze Nederlander. Hier, Henk Jaap Voorlaag. Proficiat, dames en heren, het dijk van de wedstrijd voor onze vriend uit Oostenrijk, Chris Jongwaard. Congratulations, Chris, voor jouw perfect race hier in Beringen. Mai, zo wat op zijn Engels gezicht. En alle deelnemers en de wedstrijd. Ook in race met Bas Peters en de chef van Laken, die dat full speed rond de bok hier aan de wedstrijd hier. Robby, Proficiat, Patrick Marie, chef van Laken, die nog alles uitpakt van dat tegenin kan. En dan nu de sprint, dat wordt in dit op vast. Sebastian Carabijn van de Leon, het is de Nederlander die het laatste maar zich toetrekt ten nadele van onze Belgische belofte kampioen Sebastian Carabijn. En dan zien we nog even hard op
die punt halen mocht om toch nog maar veilig en goed hier van dit viertal dit kwartet als eerste te komen. Kijk even naar boven. Maar hier krijgen we Tim de Wijnands, een prachtige wedstrijd in. Hartelijk proficiat aan het even kijken of dat er een sprint aan komt. Ja, er komt toch wel een kleine sprint aan van Nicolas Vermolle, die het wint voor Jeroen Rens, die daar lag niet voor wedstrijd. Hoge einde wedstrijd. En dan doe ik een oproep aan de mensen van Stane. Van even tot hier te doen met de Audrey. Zal jullie wel begeleiden. Bas Peters, inderdaad, Bas, als je hier in de rij bent, van het podium, die liever vandaag bij ook dringend tijd naar hier te volgen. En anders gaan we verder. En dan onze man uit Australië, van Noah. Voilà, we hebben onze Australische kampioen en de overwinnaar hier bij de elites. De man uit Australië, uitstelend voor de Milka Racing Team. Voilà, en de bloemen in de kavel is overal de coalitie. De hoofdsponsoring van de Continental en we hebben onze team Paulijn hier op de toren. Een grote team dat was voor de mooie gezelschap. Ja, elite, hè? Zo'n fans kunnen we thuiskomen, jongen? Ja, naar het podium. De schepenen van Spot, die ook nog een flesje Kava heeft nog even die hartstikke de sportieve gebaar. En nog een beweging van het volgende podium. Mooi op de grond. Hé, jij hebt wel een goede fiets, jij, hè? Dat heeft uw papa niet, hè? Dus de overwinnaar hier, dat overal, dames en heren, geeft nog eens een welverdiend applaus met een gouden medaille als beloning van de Sounders team onder de van de Jonas Kabaier. Met een prachtig podium met Fabrice Mels, met Elen Sander en met Jonas de Pakker, broeder met vrienden om het hoogste. Voilà. En dan kunnen we overgaan naar de elite roeping en dan zie ik richting Ben Pietermans of dat u hier ergens op de esplanade ziet. Nee, toch nog een dikke provinciale mannen. En dan gaan we gewoon verder met de zilveren medaille. Is er gekregen voor Maarten Wouters. Maarten Wouters van Van Mobaal en de WT. Het verslag brengt op die mooie tweede plaats. De bloemen worden aan jou gegeven door de vertegenwoordiger van Stana Traplichten. Jimmy Iemers, dames en heren, een donderend applaus aan deze overwinnaar van de vrouwenstuk bij de elite. Op het hoogste schavotje hier Jimmy Iemers en de trui wordt overhandigd door Jitsen. Dat is de man van sturende kracht achter Rocky Roads.net. En dan gaan we nog even kijken naar André Koppers, die dat de gouden medaille om de hals krijgt. Van de Filipines en de Roemen worden onderhandeld door de mannen van Stade. En dan zoals eruit de scheven van Spot, die komt opdraven met een glaasje of een flesje. Kava, dames en heren, de groene derde Maarten Wouters en de Filipines. Volgend jaar op een volgende editie hier op deze prachtige trip waar de geschiedenis is geschreven in de meerjaren. Ook vanuit de organisatie Social Ranking Logistics.